camera. Klopt. Actie. Zaterdagochtend in Hasselt. Video Limburg neemt de openingsscène op van de film Deuren met karakter. En die moet iets speciaals worden, want deze groep amateurcineasten viert haar 30 jaar bestaan. Ik ga wel nu werken voor iemand anders, hoor. Ik zal die dus gaan bellen. Onze leden, dat zijn mensen, cineasten, die vooral familiefilms maken. Dat zijn familiefeesten, dat zijn familiegebeurtenissen, documentaires worden gemaakt. En af en toe maken we, zoals we nu bezig zijn, ook een speelfilm. En dan werken we samen met toneelvereniging De Demerkes. Hoeveel mooie kleedjes hangen er al niet in jouw kast? De beginscène is de man en de vrouw, die zitten thuis. En die vrouw gaat vertrekken, de man blijft thuis. En de vrouw vertrekt alleen met de wagen weg. Er is een schuldeiser en die schuldeiser die weet dat zij gaat komen en die vlucht naar een hotel. Ik had hem dat geld niet mogen lenen. Die vrouw heeft pannen en die komt per toeval in datzelfde hotel terecht. En die twee komen elkaar tegen. Camera, lood, actie. Voor ons is het nieuw. Wij staan natuurlijk in het begin altijd verbaasd over al de apparatuur dat die mensen bij hebben, waar wij allemaal moeten opletten. Sommige leden die hebben echt professioneel materiaal. Zo bijvoorbeeld worden extra filters gekocht voor camera's, wordt extra materiaal gekocht om goede geluidsopnames te maken. En iemand heeft zelfs een drone gekocht om luchtopnames te kunnen maken. Zeg, en smeer dat scharnier, Kinesis. Ja, kut. Artistiek talent als dat van Video Limburg is er bij De Vleet in Hasselt. Dat kan je zelf nog ontdekken tot 1 september in het cultuurcentrum. 9 kunstkringen stellen hun werk voor tijdens Lens en Penseel. Een expo van foto's, video's, schilderijen, beelden en keramiek. We hebben getoond wat Hasselt doet om kleur en licht te brengen in Hasselt, in de stad, om het aangenaam te maken. En kleur en licht zoeken is trouwens de ondertitel van de tentoonstelling. Het is vooral boeiend om te zien welke verschillende types van foto's en schilderijen er gemaakt worden. Daarom alleen al is het interessant om een bezoek te brengen aan die tentoonstelling. Yeah.